Goeiemiddag. Op de Slettermermaar had de politie hjoed op een ijs zocht naar de vermiste 24-jarige studenten uit Arnhem. Maar dreigen en sonar is de politie druk op ziek. De studenten is juist gekrekt voor de middie op boordslijn. Ze ziet in een valkje met 4 studenten en een begeleider. Die binnen uit het wetter hellen, maar de 24-jarige studenten wordt vermist. Oren wettersporters kwamen op de consternatie af. Wij hebben gezien ja, dat al die mensen daar bij elkaar kwamen. En, zeer desolaat, iedereen volledig in de war. Schreeuwende meisjes. Ja, en vooral een meneer die dus leiding aan die groep gaat, die was helemaal verslag. Ik kan me dat overigens voorstellen. De politie onderzoekt dat de studenten wel zwemvesten aan hingen. Er binnen een paar druwende vesten voen. Een 21-jarige Ljouwerter maakt zien hier de cel in voor de moord op Niels Kooistra. Het gerechtshof in Ljouwert had dat in heger beroep bepaald. De straf valt 2 jaar leger uit als de eerste van het Openbaar Ministerie. De 28-jarige Niels Kooistra werd in december van 2008 4 keer met een priem in de hals stutsen. Dit gebeurt na een ruzie met de 21-jarige Plaggenoord. Kooistra rent een dwerslesie op. 2 weken later besluit hij dat de beademingsapparatuur stopzetten worden mat. De straf valt leger uit omdat de dier de speed had en het net om een plande moord gaat. Je hebt moorden waar lang van tevoren een plan is gemaakt en dat is hier niet aan de orde. Dat is één van de aspecten op grond waarvan het Hof zegt dat een straf van 10 jaar gepast en geboden is. Er zal meer geerwerken worden met Bulgarije en Roemenië om de mensenhandel en dwongen prostitutie hier aan te pakken. Dat waard van midden trof staatssecretaris Fred Teven van Veiligheid en Justitie via de telefoon op een symposium over mensenhandel bekend maken. Op de versie in Ljouwert komt meer dan de helft van de 160 prostituees uit Bulgarije en Roemenië. Ik denk dat het echt te maken heeft met de status daar in het land zelf. Dus dat de kansen om het heel goed te krijgen gewoon heel iets binnen. En dat mensen hun geluk ziekje in andere landen. Burgemeester van Benamerendiel, Gerry van Delft-Jaasma, stapt op. Dat had ze justerjoen onder de gemeente Rieën meideeld. Van Delft wie zoent nu je vrouw, niet burgemeester van Benamerendiel. Ze jouwt haar leeftijd op als reden voor het vertrek. Takemier wordt ze 64. Neffens van Delft had ze al die 18 jaar maar in Protenocht in Benamerendiel werken en wennen. Ik al had ze wel een paar keer solliciteren naar een andere burgemeesterspost. Gerry van Delft gaat op 1 februari Takemier voort. Burgemeester Bilker van Kolmelan maakt hem zorgen hoe de bouw van zwarg- en recreatiepark Lauwershagen. Projectontwikkelder Vanos zit in financieel minwaar. Een van de Vanosparken in Drenthe stiet al te keep. Al hierin wordt er nagedacht hoe de bouw van Lauwershagen, een park dat bestaat uit 350 vakantiewenten, en komen mat op het terrein van het jedere Muiden Chemie. Van de Mol waar het officieel bekend maken dat Foppe de Haan voor 4 weken boenscoach wordt van Tuvalu, een Lietse eilandgroep tussen Australië en Hawaii. De Haan zal het team Prodeo bijsteen ontmoet bij de Pacific Games in augustus. Foppe de Haan had een contract tekenen voor 4 weken. Hij wil onder andere meer structuur ombrengen bij het Tuvaluaanse voetbalboen en zal de nationale ploeg bijsteen op de Pacific Games. Dat is het grootste sportevenement van Oceanië. Het niveau van de nationale ploeg van Tuvalu hoort net hoor. De Haan vergelijkt dat zelfs mooi dat van een vierde klasser. Toen ik begon bij Akkerem, ik vierde klas, ja, dat klopt. Nou ja, dus wat dat betreft heb ik hier weer onder de basis. Het zaneemde Ajax-uitshirt van sportclub Heerenveen is van de baan. De directie had dat besloten naar een soort negatieve reacties. Een grote promotiecampagne waard opzet als opmaat naar het nieuwe shirt dat een historisch karakter had. De kleuren reed wit, maar zwarte sokken kwamen waarom, liek als in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Maar het voelde verkeerd bij de supporters, die reageerden negatief en kwamen in protest. Op basis daarvan had de directie van Heerenveen besloten het reed witte shirt uitshirt net meer te broeken. Takom seizoen wordt het een blauw shirt. Waar dan nog. Vannacht wordt het 9 graden, dus niet een stevige wind uit het westen en het noordwesten. Morgen krijgen we een beroende loft, maar middies of jongs rein. Het wordt zonnetje graden en dus niet een stevige wind. En dit weer het Nijs in het kwad aanstom 6 uur. Dan ben we er weer, maar meer en hoornijs. Graag, want dan.